Sinds dit seizoen is Sergio Pat namens FC Groningen ambassadeur van Kids United, de door FC Groningen geadopteerde G-voetbalclub. Pat brengt met regelmaat een bezoek aan trainingen van Kids United. Zo ook deze woensdagmiddag als de bijna 140 kids trainen in het Indoor Soccer Center in Groningen. Vorig jaar was het Michael de Leeuw. Het jaar daarvoor Kieft en Belt. Ja, ze zochten iemand anders. Ja, ze waren bij mij uitgekomen en ook voor mij en voor hun ook hartstikke leuk, denk ik. Ja, Sergio Pat, die neemt zelf contact met ons op. En, die belt dan, waar trainen jullie en hoe laat? En daar komt hij gewoon langs. Dus gewoon, hij vindt het geweldig leuk. En gewoon uit zichzelf ook. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En, vandaar dat ik er ook wat vaker ben misschien als gebruikelijk. Ik weet eigenlijk niet hoe de voorgangers het in dat opzicht deden. Maar ik vind het hartstikke leuk. En helemaal op je vrije dag. Een beetje afleiding is een keer. Ja, ook voetbal, maar ook op een andere manier. Wat minder spanning. En eigenlijk hartstikke leuk. Kan je zomaar ook belangstellend wat kinderen hebben? Zijn ze nieuw of zijn ze hier al een tijdje? Dat soort vragen krijg ik ook. En dat is gewoon heel mooi dat hij zo in elkaar steekt. Pat was ook een van de eersten die werd gebeld anderhalve maand geleden toen de kantine van Sportpark Het Noorden, het complex waar Kids United altijd trainde, in brand stond en de club bijna al het materiaal in vlammen op zag gaan. Ik hoorde wel iets al van een brand in Groningen, dat er drie brandstichtingen waren. Maar ik legde niet gelijk de link dat Kids United daar onderdeel van uitmaakte, zeg maar, dat dat was. Dus uiteindelijk hoorde ik het van Margriet zelf dat het bij hun was. Dat geld voor de materialen hebben we allemaal terug. Trainingspakken is nog even een probleem, ook met leveren natuurlijk. Maar het geld is eigenlijk terug wat we kwijt waren. Dus we kunnen weer volop materialen kopen. We hebben de ballen alweer, pionnen, hesjes, noem maar op. We hebben eigenlijk bijna alles weer. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed. Kids United kan niet meer terecht op Sportpark Het Noorden en traint daarom de komende maanden in het Indoor Soccer Center. En de club heeft nog meer goed nieuws. Sinds vandaag maken wij een beetje bekend, ook bij ouders, dat wij per 1 maart naar het Sportpark De Kring gaan. Waar wij het sportpark gaan delen met PKC voorlopig. Ja. En als we geluk hebben, als het allemaal mee zit, dan kunnen we daar misschien bouwen. Dus dat zou fantastisch zijn natuurlijk. PKC 83 speelt in de zaterdag eerste klasse C en voetbalt aan de rand van de stad Groningen op Sportpark De Kring. De club heeft 3 seniorenteams en 1 juniorenteam en beschikt over 1 speelveld en 2 trainingsvelden. Er is dus nog voldoende ruimte voor Kids United. Kukkeler gaat met de gemeente Groningen in gesprek over de bouw van een eigen kantine en eigen kleedkamers op het sportpark. Iets wat al jaren een grote wens is van Kids United. Ja, we zijn in gesprek. Volgende week hebben we volgens mij weer een gesprek. En dat gaat alleen maar daarover, denk ik. En de korte termijn en de lange termijn. Wat gaan we doen? Hoe ziet het eruit? En het geeft ons wel een goed gevoel daar. We zijn al bezig kijken op het sportpark De Kring. En ook met PKC. Kantine eerst gezamenlijk gebruiken. En de woensdagmiddag is daar niemand, dus iets voor ons. Ja, mooi, schoon, groot. Dus perfect, we hebben er zin in. Echt. Ja, serieus. Maar voor het zover is, wordt er de komende tijd binnen getraind in het Indoor Soccer Center. En dat is in de herfst en winter geen straf. Ja, dat ze gewoon in ieder geval door kunnen trainen, dat is natuurlijk hartstikke mooi en goed. Want voor die kinderen, daar doe je het voor. Jullie hadden eerst verloren, hè? Pat geniet van de bezoekjes aan de trainingen. Ook al wordt hij door de kinderen aangesproken op een mindere wedstrijd, zoals afgelopen zaterdag tegen Willem II. Ik denk dat Pat hem over de lat heen wil slaan, maar tegen de lat aan slaat, waardoor hij bij ook een beetje terechtkomt. Met eerlijkheid kom je het verst. En, het feit dat kinderen al dat zeggen, dat betekent gewoon dat ik die bal had moeten hebben. Nou, dat heb ik ook uitgesproken en dat is ook zo. En, als keeper maak je niet een heel jaar door zonder fouten. Ja, het gebeurt wel eens en dat moet je nu van je afzetten, heb ik gedaan. En nu is zaterdag weer de volgende wedstrijd. En als ik dan weer een hele goede wedstrijd keep en we winnen, dan zegt er weer een hele goede keeper. En als je zoiets doet als afgelopen zaterdag, dan wordt er al heel slecht gezegd, slechte keeper. Zo gaat het als keeper en zo gaat het in het voetbal en dat weet je. Ja, dus zullen je ook meteen heel veel succes wensen voor komende zaterdag tegen NEC? Ja, dat ook. Vooral de mensen die dicht bij mij staan, die zeggen dan van sta er buiten, je bent een goede keeper, dat komt wel weer goed. En dat weet ik en dat komt wel weer goed.